Vandaag grillen we bavet op de barbecue. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ja, ontzettend populair hè, bavet tegenwoordig. In Nederland heet het vang. In Engeland zeggen ze flanksteak hier tegen. Het komt van de onderbuik van het rund. En dat zit een beetje zo tegen de achtervoet aan, zeg maar. Een beetje bij de lies zo. Het is heel mager vlees, dus heel weinig vet dooradering, heel weinig vet erin. Dus dat betekent dat we het niet te lang moeten bakken. Sterker nog, we moeten het juist heel erg kort bakken. Ik schat ongeveer 3,5 à 4 minuutjes per kant. En that's it. En we gaan ook het hele proces meemaken. Nou, wat vind ik lekker bij een mooi stukje rundvlees als dit? Of frieten, aardappels, dat soort dingen, lekkere bourgondisch. Of spaghetti, dus mijn bijgerecht wordt spaghetti aglio olio. Aglio olio, aglio e olio. Spaghetti aglio olio. Ik ben trouwens vast wat water aan het koken in dit pannetje voor mijn spaghetti. En ik moet nog eventjes een lekkere olie maken van rode peper en knoflook. Zodat die smaken mooi in die olie kunnen gaan trekken. Ook een beetje verwarmen. Dus moet ik even klein snijden. En ook peterselie. Ik moet veel peterselie hebben. En is dat vast klaar. Zometeen ook nog ga ik mijn vlees rubben met een lekkere rub. Dus gaan rub maken. Maar die ga ik pas na tijd ga ik dat vlees in rubben. Dus in plaats van in het begin. Dus dat is nog eventjes iets bijzonders. Eerst even een paar dingen klein snijden. Oh trouwens, en blijf kijken tot het einde van de video. Want ik heb nog een hele, hele, hele toffe weggeefactie. Blijf hangen. Een anderhalf rode peper. 4 tenen knoflook. Mag natuurlijk aardig wat olie zijn, hè. Niet van niks spaghetti aglio olio. Zo, ik begin even met de pepers. Want de knoflook heeft de neiging als het te heet is dat hij verbrandt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik grill deze bavet vandaag op de Zuid-Afrikaanse braai, dus ik werk met echt hout. Ik maak mijn kooltjes dus van echt hout. Maar dit kan natuurlijk op elke barbecue. Dit principe geldt ook voor elke barbecue. Want je wil gewoon dat hij echt bokken heet is. Want in die paar minuutjes willen we gewoon dat de buitenkant een heel mooi korstje krijgt en de binnenkant nog mooi rare tot medium rare. Daar gaat hij. Je ziet ook dat een bavet de vorm heeft van een halve maan. Hè? Erg lange draden, dus erg lange spierweefsels. En we moeten dadelijk, dus op het moment dat we gaan trancheren, dus in plakjes snijden, moeten we tegen de draad gaan snijden. Ook daar moet je altijd op letten bij bavet. Want anders is het taai, alsnog. Olietje gaat mooi, ik haal hem even van de braai af, anders gaat hij verbranden. Loopt allemaal perfect. Water zit tegen de kook aan, dus dat gaat allemaal crescendo. Dus ik vertelde, 3,5, 4 minuutjes per kant, hè? Daarmee is hij dus medium rare. Misschien zelfs rare, want dat is ook heel erg lekker. Omdat er zo weinig vet in zit in de binnenkant, een heel mager stukje vlees, is het ook snel droog. Dus het mooiste cuisson is naar mijn mening rare of medium rare. Medium is net iets te ver. Want de buitenste kantjes, hè, die dunne stukjes, die zijn sowieso al well done eigenlijk. Omdat het zo flinter dun is. Dus het dikste stuk wil ik zeker eigenlijk wel rare, medium rare hebben. Dus ik moet zorgen dat hij goed heet blijft. Ik geef me mooi even de tijd om de peterselie te snijden. Had ik trouwens al gezegd dat ik een hele mooie weggeefactie heb, zometeen. Als je denkt, wat is dat op zijn voorhoofd? Zweet. Het is best wel warm bij zo'n braai. Fantastisch. Kijk, 4 minuutjes heeft hij gehad aan één kant. Kijk eens hoe mooi gekarameliseerd hij is. Omdraaien. En door. En nu moet ik snel de rub gaan maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Gerookt paprikapoeder. Ik gebruik de milde variant. Venkel. En die venkel wil ik heel eventjes wat in de vijzel klein maken. Wat zout. Ik gebruik wat gerookt zout. Een eetlepel zout bij. Een halve eetlepel knoflookpoeder. Een halve eetlepel gedroogde tijm. Een gedroogde rozemarijn. Paprikapoeder. En nog een halve eetlepel bruine suiker. En dat klinkt misschien een beetje raar op rundvlees, hè? Bruine suiker. Maar die karamelisatie van die bruine suiker die wordt super mooi op je vlees. Dadelijk geeft een beetje een dropachtig tintje. Echt heel erg mooi. En dan als laatste, but not least, een halve eetlepel groene peperkorrels. Fantastisch zijn die. Echt fantastisch. Zo, en dan ga ik je uitleggen waarom ik dat nou niet van tevoren deed. Kijk, harde kruiden zoals tijm en rozemarijn, dat is heel vervelend als je dat tussen je tanden krijgt. Bovendien, als ik het van tevoren doe, dan gaat het
ja, gaat het verbranden, dan krijgen we een bittere smaak. Maar zometeen tijdens het rusten van het vlees, dat is heel belangrijk, die periode dat het moet rusten, dan komt er ontzettend veel vocht vrij, hè, er komen sappen uit, een beetje stoom gaat ontstaan. En dat maakt nou juist al die harde kruiden mooi zacht en al die smaken die gaan zich mooi verdelen over dat vlees. Zonder dus dat je verbrande delen hebt van je rub. En nou kun je voelen hè, hoe, ja, wat je cuisson is. Dat kun je, daar zijn heel veel trucjes voor. Hè. Maar je moet altijd een bepaalde referentie hebben. Misschien ken je de referentie wel met de muis van de duim. Als je zo hierop drukt, dit zou een beetje een levende koe zijn. Ga je met je wijsvinger je duim aanraken. Dus niet knijpen, maar gewoon aanraken. Dan voel je al iets meer weerstand. Dit zou bij mij zijn, nou rare eigenlijk. Doe je dat met je middelvinger, dan wordt die al iets steviger. Dit zou zijn, nou ja, medium rare. Dit zou bij mij medium zijn en dit, ja, dan zou ik ermee gaan tennissen. Dus ik haal hem nu af, want tijdens het rusten gaat hij ook nog een poosje doorgaren. Dus dan heb ik een mooi medium rare op het moment dat ik hem ga aansnijden. Dus nou ja, hij heeft nu maximaal 8 minuten heeft hij op de grill gehad, op een hele hete grill. Gaat hij. Rust, daar zijn je. De rub er mooi overheen. En ook die groene peperkorrels, oh, die is fantastisch. Af en toe dan bijt je zo op zo'n groen pepertje. Fantastisch vind ik dat. Mijn spaghetti is zo goed als klaar. Au. Gaan we vast eventjes ons vlees trancheren. Oh. 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 Ik vertel van de draad, hè. Tegen de draad insnijden. Dus de draad loopt zo, dus we snijden er zo tegen in. Het loopt van rare naar medium rare. Perfect gewoon, perfect. En jullie zijn erbij geweest. We hebben dus niet met camera's lopen knippen en lopen doen. Je bent er gewoon bij geweest. En zo moet dat. Ja, in mijn gezin doen ze hier een moord voor, hè? Spaghetti aglio olio met gegrilde bavet. Dit moet je maken. Heel graag een duimpje omhoog, dat zou mij enorm helpen. Abonneren, nog toffer. En het belletje aanzetten, en dan krijg je automatisch een melding als ik weer een nieuw filmpje heb gepost. Elke vrijdag een nieuw filmpje, af en toe ook nog iets geks tussendoor. Oh ja, de weggeefactie, weet je nog? Ik was van plan om vanaf de 2000 abonnees, en dat moet lukken hè, binnen no time, een dikke barbecue te verloten tussen nou, alle abonnees. En van mijn part ben jij 2007 of 2057, maakt niet uit. Iedereen doet mee. Ga een dikke Kamado Joe ga ik verloten aan iedereen. En natuurlijk komen er veel meer van dat soort loterijen. Ik heb zat van die dingen. Dus ik zou het helemaal te gek vinden. Dus heb jij familie, vrienden, ooms en tantes, opa's en oma's, zeg eventjes abonneren op Ralf's Barbecue YouTube. En dan hoop ik jou ook weer de volgende keer te zien.